Meneer Reitsma, wat vindt u van die kritiek dat het college het eigenlijk heeft laten liggen met die fietspaden en het onderhoud? Nou, dat ligt wel wat genuanceerder. We zijn een hele grote gemeente met een stad, 35 dorpen en een gigantisch buitengebied dus. En wat heel wat vierkante meters. Volgens mij loopt dat in de 250 miljoen vierkante meter als gemeente. En als ik dan overal ga aanwijzen, dan zie ik ook nog wel eens een kuiltje of een bobbeltje wat niet goed ligt. Of ik zie het groen onderhoud wat er niet netjes bij ligt. Dus natuurlijk is dat een opgave en een opdracht. En ik denk dat dat ook altijd onze aandacht heeft. En wat het CDA betreft blijven we daar ook op investeren. Als ik dan even kijk, en dat doe ik dan als met de pet als wethouder op, maar wat we de afgelopen 4 jaar hebben gedaan, dan hebben we verschrikkelijk veel geïnvesteerd in fietspaden, fietsstraten en onderhoud. Ligt er nog een enorme opgave? Ja, ook. Klopt. Nou ja, het ligt nog een flinke opgave, niet alleen qua fietspaden, maar ook qua landschapskunstwerken, bruggen. Er was laatst in het college, hebben jullie het daar nog over gehad, dat daar flink wat geld heen moet. Want wat speelt daar eigenlijk? Ja, dat is inderdaad die grote opgave, bruggen. De maatregelen daarvoor en de veiligheidseisen zijn aangescherpt. Waardoor we hebben gezegd, oké, in plaats van onderhoud moet je nu eigenlijk opplussen. Nou, heel veel gemeenten lopen daar nu tegenaan. En dan zie je van, oké, hoe kunnen we dat nog, die kwaliteit goed houden? Enkele jaren geleden, ik denk dat iedereen al weet, hadden we de Merwedebrug. En het iets meer zuidelijke van hier. En dat was gewoon, dat werd gewoon een gevaarlijke situatie. We zien dat heel veel van die grote werken na oorlog zijn aangelegd. Dus dan hebben we het over de jaren 50, 60, maar ook 70. Dat is nu toe aan onderhoud en wellicht aan vervanging. Nou. Maar hoe erg kan dat worden dan? Hebben we dan straks van die buitenlandse taferelen dat die bruggen instorten? Of hoe slecht is het? Nou, voor de gemeente Leeuwarden is daar nog geen sprake van. Maar dat we aan vervanging toe zijn en moeten investeren in het onderhoud, dat is duidelijk. Maar volgens mij nemen we daar ook al de juiste stap in. Nou ja, en het is dus aan het volgende college om daar ook naar te kijken. Denkt u eigenlijk, even een vooruitblikje, denkt u dat u aan tafel blijft zitten in het college? Oh, geen idee. Je moet denk ik altijd als politieke partij voor het hoogst haalbare gaan. En dat is een aantal zetels wat je kunt doen. Nou, daar hebben we op ingezet. De afgelopen 4 jaar en natuurlijk de afgelopen 3 weken vol in de campagne. Krijg je die erkenning, krijg je die beloning, dat is aan de kiezer. Die spreekt op dit moment nog, want het is nog geen 9 uur en we zullen het zien.